Hallo, deze en de volgende vier video's gaan over weer en klimaat voor HAVO bovenbouw natuurkunde. Eerste opdracht van de eerste paragraaf, luchtdruk en weer. Nou, je legt je hand horizontaal met de vingers gespreid op tafel. De oppervlakte van je hand is 1,2 vierkante decimeter en de druk van de buitenlucht bedraagt 1000 hectopascal. Bereken de kracht die de buitenlucht op de bovenkant van je hand uitoefent. Nou, dat doe je met de formule druk is kracht gedeeld door de oppervlak. Je hebt de druk, je hebt de oppervlak, kun je de kracht uitrekenen. Nou, dus even kijken, eerst de druk. 1000 hectopascal, hectop is 100, dus wordt het 100.000 hectopascal. Oftewel 1,000 maal 10 tot de vijfde pascal. 100.000 is 10 tot de vijfde. Oppervlak is 1,2 vierkante decimeter, moeten we vierkante meter van maken. Dan gaan we stap van 100 bij decimeter. Bij oppervlaktes, dus delen door 100, krijg je 1,2 maal 10 tot de min 2 vierkante meter. Nou, die twee waarden vul je in. Deze voor de druk, daar, en deze voor het oppervlak, daar. Dat is hier gebeurd. Dan hou je die kracht over, die moet je elkaar vermenigvuldigen. 1,2 maal 10 tot de derde newton is het al. B, leg uit waarom dat je hand niet wordt platgedrukt tegen de tafel. Nou, de druk van de lucht die wil dat wel doen, maar het lichaam drukt terug. Een tegendruk ontwikkelt het lichaam. En die heffen elkaar precies op. Nou, 2. Je giet 10,0 gram water met een temperatuur van 20 graden Celsius in een bak vlak schaaltje met een oppervlak van 8,0 vierkante centimeter. Bereken de dikte van het laagje water. Dat doe je als volgt. Je gaat eerst het volume van het water bepalen. Doe je met dichte, het is massa gedeeld door volume. En als je die dan hebt, dan kun je de hoogte bepalen met volume is oppervlakte maal hoogte. De dichtheid van water kun je opzoeken. Bij 20 graden Celsius 0,9910 tot de derde kilometer kubieke meter. Dat is 11 voor vloeistoffen. Massa is 10,0 gram, maak natuurlijk kilogram van, delen door 1000. 10,0 met 10 tot de min derde kilogram. Nou, die vul je allebei in de formule dichtheid en massa delen door volume. Dus je wilt die dus hierin in de formule, dit is de dichtheid, dit is de massa, hou de volume over. Volume is dan deze delen door die. Komt er dit waar 1,002 maal 10 tot de min 6 kubieke meter. Beide, sorry. Nou, volume is oppervlakte maal hoogte. Volume hebben we net uitgerekend. Oppervlak, ja, is 8 vierkante centimeter. Moet ik vierkante meter maken, moet ik delen door 100 en nog een keer delen door 100. Dat wordt dus 8,00 maal 10 tot de min 4 kubieke vierkante meter. Nou, die vul je dan in het formule. Dit is het volume, dit is de oppervlakte. Hou je de hoogte over. Hoogte is dan deze. Delen door die. 1,25 centimeter. Dat is dus de hoogte. Nou, gaan we naar 2b. Bereken de druk van het water op de bodem van het schaaltje. Oké, de druk bereken je met kracht delen door oppervlak. Nou, de kracht die oppervlak hebben we wel, maar kracht hebben we niet, dus moet je die eerst uitrekenen. Nou, welke kracht zal het zijn? Dat is de zwaartekracht natuurlijk die dat doet. Zwaartekracht is massa maal g. Massa hebben we, 10 gram maakt per kilogram van, moet je delen door 1000. De g is natuurlijk 9,81. Nou, hier wordt het dan ingevuld, deze twee waarden, dit is de massa, dit is g. 9,81 maal 10 tot de min 2 de newton. En die gebruik je dan hier als kracht. En de oppervlak is bekend, 8,0 vierkante centimeter, moet je vierkante meter maken, hadden we net ook gedaan, delen door 100, delen door 100. Dan krijg je 8,0 maal 10 tot de min 4e, en die twee waarden vul je dus daar, die vul je dus in voor de kracht en voor het oppervlak. Hier staat de kracht, hier is het oppervlak, nou gewoon op elkaar delen. 1,3 maal 10 tot de tweede pascal, als je het qua significantie netjes doet. Dan gaan we naar C. Je giet een grote schaaltje, een even dik laagje water. Dan gaat het erom dat de druk op de bodem van de beide schaaltjes even groot is. Nou ja, stel dat het bakje precies twee keer zo'n groot oppervlak heeft. Dan wordt het oppervlak dus twee keer zo groot. Maar je hebt ook dan twee keer zoveel water wat je erin doet. Dus de massa is twee keer zo groot. Dus de zwaartekracht is twee keer zo groot. Nou, dat heeft elkaar precies op. Dus de druk is bij allebei hetzelfde. Hier in deze formule, die in opgave 3 staat, die je misschien ook kent uit het boek, kun je ook zien dat de druk afhangt van de dichtheid. Nou, die is wel allebei hetzelfde natuurlijk. Hetzelfde bij water. G is ook wel bij hetzelfde. En hangt alleen maar af van de hoogte. Die is ook hetzelfde. Dus is de druk van beide schaaltjes, water in beide schaaltjes, even groot als de hoogte van het water even groot is. Nou,
3. Als je dieper onder water komt, merk je aan je oren dat de druk toeneemt. Bereken de waterdruk op 2,5 meter diepte bij een watertemperatuur van 20 graden Celsius. Nou, hier heb je de druk is dus dichtheid maal gravitatieconstante maal hoogte. Dichtheid van water bij 20 graden Celsius kun je opzoeken in de binnenste bij 11, deze waarde. Hoogte is bekend, 2,5 meter. G is natuurlijk 9,81, tenzij anders staat, maar het is niet zo. Nou, hier vul je die drie waarden in deze formule, vul je erin, en dan zie je gebeurt. Dit komt er dan uit, even significant kloppend maken, 2,4 maar 10 tot de derde, is dat 1, 2, 4, is dat al? Ja, 4, pardon. Ofwel newton per vierkante meter, hetzelfde. Hoeveel keer is de druk water, waterdruk dan groter dan de standaarddruk? Nou, de standaarddruk die kun je uit binnenste wel 7 halen, dat is deze waarde. Het antwoord dat we net vonden, vul je natuurlijk, dat is deze, die deel je op elkaar. Nou, dan komt 0,2, 3, 6, 8 keer de standaarddruk uit dus. Dus dat is een kwart keer. Nou, dat klopt ook wel, want 10 meter water, dat is globaal gelijk aan de luchtdruk. En dit is een kwart daarvan, dus ja, nou, dat is ook een kwart, joh, precies. C. Leg uit waarom in werkelijkheid de totale druk groter is dan het antwoord op vraag A. Dat is de totale druk, is natuurlijk die waterdruk die je had. Maar op de waterdruk ook nog eens een keer de luchtdruk, dus die komt erbij. Ja? En wij hebben alleen maar de waterdruk uitgerekend en niet de luchtdruk. Maar als je de totale druk wil bekijken, ja, dan moet je die luchtdruk meenemen natuurlijk. Goed, gaan we naar 4. Arnold giet een hoog glas tot aan de rand vol met water. Hij legt een velletje papier op en keert het dan om. Zie figuur C8. Ja, oké. Okay. Het water valt niet uit het glas als de druk van de buitenlucht op papiertje groter is dan die van de waterkolom. Laat met behulp van de formule druk is dichtheid maal gravitatie maal hoogte zien dat dat voor een hoog glas inderdaad zo is. Nou, even kijken. De dichtheid van het water, dat is deze. Die hebben we in de vorige opgave ook al gebruikt, wel 11. G is 9,81. De druk van de buitenlucht is in de orde van grootte van 10 tot de 5e pascal. 1000 hectopascal. Dat is 10 tot de 5e pascal. Nou, die vul je dan alle drie in. In deze formule, dus dichtheid, G en druk, dan hou je alleen, alleen H over. Nou, hier is dat gedaan, zie je wel. Nou, de hoogte is dan 10 tot de 6e, gedeeld door deze waarde. En ook nog een keer gedeeld door die waarde, komt 10 meter uit. Nou, dit glas is vast geen 10 meter lang. Ja, dus het lucht houdt deze druk van de kleine stukje, misschien 10, 20 centimeter waterdruk, houdt hij makkelijk tegen, want de luchtdruk is even sterk als de druk van 10 meter water. Nou, 5. De top van de Vaalserberg ligt 323 meter boven zeeniveau en is daarmee het hoogste punt van Nederland. Leg uit waarom dat de luchtdruk op de top lager is dan die op zeeniveau. Dat is eigenlijk heel simpel. Als je omhoog gaat, zit er minder lucht boven je. Dus is de luchtdruk ook lager. Volgens een vuistregel neemt de luchtdruk met 1,0 hectopascal af als je 8 meter hoger komt. Laat zien dat het klopt en gebruik daarbij de dichtheid van de lucht uit binnen. Oké, doen we met de formule die we al gebruikt hebben in het paragraaf. Druk is dichtheid van de lucht natuurlijk maal g maal hoogte. Nou, de dichtheid van de lucht kun je opzoeken in tabel 12. 1,293 kilogram per kubieke meter, G is 9,81, H is 8 meter, die vul je alle drie in dit formuletje. Om de druk uit te rekenen, dat zie je gedaan. 101,5 pascal, dat is dus 1,015 hectopascal. Nou, dat is afgerond 1,0 hectopascal, dus dat klopt allemaal. Om de luchtdruk op de Vaalserberg te vergelijken met de luchtdruk aan de kust, moet je rekening houden met de hoogte. Op een gegeven moment is de luchtdruk op de Vaalserberg 980 millibar. Bereken voor de top van de Vaalserberg de gecorrigeerde luchtdruk op waterniveau. Dat is oké, dus de luchtdruk die je meet is te weinig, want je zit hoog. Oké, dan gaan we eens even kijken. Dan gaan we dat vuistregeltje weer gebruiken. Voor elke 8 meter die omhoog gaat, is de luchtdruk 1,0 hectopascal minder. Nou, je kan duidelijk zien dat 333,8 is 40,4 hectopascal. Hoi. Dus de gecorrigeerde luchtdruk is van 980 plus die 40,4 is 120,4. Afgerond 1020 pascal of 1020 millibar.